Het zijn allemaal tweedejaars studenten van het economisch cluster. Dat zijn de 6 economische opleidingen bij ons op school. En al deze studenten die moesten een cijferlijst en een motivatie doorsturen. En aan de hand daarvan konden we aanspraak maken op het excellentietraject. En dat zijn de studenten die nu met ons mee zeilen. Het doel van deze dagen is om de studenten in een echte praktijkomgeving te laten werken aan hun persoonlijk leiderschap. En het mooie van het traject hier is dat ze in een hele nieuwe omgeving weer de kans hebben om daarmee te oefenen. En dat heeft veel te maken met dingen als ze op een andere manier samenwerken, meer in de leidinggevende rol of juist wat minder in de sturende rol komen. Eigenlijk snappen hoe je met elkaar succesvoller kunt worden. Ja, een leuk traject vanuit school geregeld om te werken aan je persoonlijk leiderschap. En werken aan persoonlijke doelstellingen en die behalen door middel van teamwork. Het doel voor vandaag is elkaar nog beter leren kennen, elkaar aansturen en samen nog betere prestaties neerzetten. Voorbereiden en het communiceren van tevoren, dat is echt heel belangrijk. Zodat je, als je eenmaal zeilt, dan weet iedereen al wat je moet doen. Dus als je dat doet, dan ik denk dat je dan al 90% hebt. Nou, het is de bedoeling dat je gaat reflecteren ook na de wedstrijd. Van hoe hebben we het nou gedaan? Wat ging er fout? Wat ging er goed? Wat zouden we de volgende keer kunnen aanpassen? Zodat de wedstrijd bij wijze van spreken vloeiender loopt. Maar ook dat je gaat kijken, wat is mijn communicatiestijl naar iemand anders toe? Winners en Flevoland hebben besloten om in ons te investeren. Dat geeft voor ons een beetje het vertrouwen van Winners en die geloven in ons dat wij hier verder mee komen. En dit is voor ons allemaal zeer leerzaam.